gaan vandaag met behulp van reactievergelijkingen massaverhoudingen bepalen. Ik heb hier een gegeven reactievergelijking of een reactieformule in het zwart. En je ziet dat in de eerste stap heb ik hem al kloppend gemaakt. Hoe doe je dat, dat kloppen maken? Kijk hier boven even naar dat filmpje voordat je naar dit filmpje gaat kijken. Als we dit hebben gedaan en we hebben dit kloppend gemaakt, dan zie je hier aan de zijkant zie je dat er 5 stappen zijn en die 5 stappen die lopen we nou door. Ja, eerste stap het kloppend maken, tweede stap met behulp van het periodiek systeem. Kan ik berekenen wat de massa's van al die afzonderlijke atomen zijn en die gebruik ik om de molecuulmassa te bepalen. Dus de molecuulmassa van ammoniak is 1 keer stikstof, 14,01, plus 3 keer waterstof, 3 keer 1,008, is 17,034. Hetzelfde voor zuurstof, 2 keer 16 stikstof weer, plus 2 keer zuurstof, 2 keer waterstof en 1 keer zuurstof. En zo kom ik aan deze getallen. Ja. En deze getallen zijn dus de molecuulmassa's van die moleculen. Als ik deze getallen vermenigvuldig met de coëfficiënten in blauw, dan krijg ik de massaverhoudingen. Dus hier 4 keer 17,034 krijg ik 68 en een beetje. 7 keer 32 krijg ik 224 en zo verder en zo verder. Als ik nu even een check voor mezelf wil invoeren om te kijken, klopt het, heb ik geen rekenfout gemaakt, dan tel ik de massa's van voor de pijl, tel ik bij elkaar op en die vergelijk ik met de massa's na de pijl. Ja, en die zijn gelijk, zie je in dit geval. En dat is mooi, want dat is een check voor mezelf en dan zie ik, hey, dit is goed gegaan. Dus, fijn. Ja, het kan zijn dat ze een klein beetje verschillen, maar dat kan een afrondingsfoutje zijn of gewoon überhaupt een afrondingsverschil. Moet je niet druk over maken. Als het echt substantieel verschilt, veel grammen of zo, dan heb je ergens een rekenfout gemaakt. Het is dus belangrijk dat je goed die reactieformule kloppend hebt gemaakt. Want als je hier een fout maakt, dan komt het hier ook niet meer goed. En dan gaan we later verder, gaan we daar ook de mist mee in. Op de vraag, hoeveel zuurstof is er nodig als er 125 gram ammoniak verbruikt wordt in deze formule, dan weet ik dus dat er 125 gram ammoniak ingaat. En de vraag is dus, hoeveel gram aan zuurstof is dat? We kunnen op zich niet zoveel met deze verhoudingen. Ja, dit zijn aantal deeltjes. Dit is niet de massa. Maar zoals we hier hebben gezien, bepaalt die verhouding, die bepaalt wel zeker de massa. Maar we weten dat 68,136 gram van ammoniak, reageert met 224 gram zuurstof. Daar moeten we mee aan de slag. Dus wat heb ik gedaan? Ja, ik heb deze twee getallen hieronder nog een keer neergezet. 68,136, 224, 224 en die 125. Nou kunnen we gewoon met een driehoeks of een kruistabel kunnen we dit uitrekenen. 125 keer 224 gedeeld door 68,136 geeft mij het antwoord op mijn vraag. En die staat hier. Nou, dat is 410,9 gram. Het stappenplan nog een keer. Eerst kloppend maken, de molecuulmassa bepalen. Ja, de molecuulmassa die vermenigvuldig ik met de coëfficiënt. Dat zijn de blauwe getallen. Ja, een check die je kan doen. En dan gebruik je de massa's die je hebt bepaald, de massaverhoudingen, voor een kruistabel. Kom je op 410 gram. Wil je nog een check uitvoeren? Kijk dan even of die 410, of die een beetje klopt. En waarom zou je dat zomaar kunnen weten? Nou, deze verhouding, die 224 is meer dan 3 keer zo groot als die 68 en een beetje. Dus, klopt dat? Is die 410 gram meer dan 3 keer zo groot als die 125? En dat is die, dus we zitten goed. Ja? Vind je dit interessant? Ja? Of heb je hier wat aan? Misschien wil je me liken hier beneden. Of een comment sturen. Ja, ik reageer altijd. Je kan me subscriben. In ieder geval heel veel succes. Welkom. Vandaag gaan we reactievergelijking gebruiken om massavergelijkingen te...